Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Bijzonder vervoer. Oh. En heel sportief. Daar gaan we het vandaag ook over hebben. Ja. Paragames. Ja. Nog 2 weken denk ik in aanloop. En ik vind het leuk om het daar vandaag met jullie over te hebben. Gaan jullie met me mee naar binnen? Hartstikke leuk. Zeker. Ja. Te gast vandaag zijn dus Saskia Boelema en Gert-Jan de Moor. Ze praten vandaag over de Paragames Breda. Een 2-jaarlijk sportevenement voor sporters uit binnen- en buitenland. Met een lichamelijke beperking van alle niveaus. De Paragames Breda vinden plaats van 22 tot en met 25 juni 2017. Maar eerst gaan ze winkelen en de keuken in met chef-kok Niels Rooiakkers en zijn leerling Ruud van restaurant Beum in Dorst. Samen bereiden zij een zomerse gazpacho, koude soep dus. De heren staan, samen met manager van Beum Wilma Graven, bij de groenteafdeling. Dag, hoi. Goedemorgen. Hey. Leuk dat jullie hier aanwezig zijn, hè? Hey. Niels. Van restaurant Beum. Ja. We gaan iets maken met tomaten. Ja, we gaan vandaag voor de klassieke Spaanse gazpacho. Ik heb Kees al gevraagd om een mooie, vlezige, maar ook smaakvolle tomaat. Welke keuze hebben we gemaakt? Inderdaad, Niels. Zoals je ziet, we hebben een heel programma van tomaten. Maar wat ik voor vinden van jou is de joint tomaten. Dus deze. Ja. Dat is een specifieke tomaten van de Looien, ja. De leverancier uit Zaandam. En dat is specifiek gemaakt op smaak, puur en gastvastheid van de tomaat. Restaurant Beum is een heel bijzonder restaurant. A, door de locatie al, maar ook om een andere reden. Wilma, kan jij dat uitleggen? Nou, wij zijn Beum. We zitten midden in het bos in Dorst, wat vroeger Suree was. Oude boswachterij, die omgebouwd is tot een restaurant. We zijn niet alleen een horeca-restaurant gelegen. We zijn ook een leerwerktraject voor mensen met een beperking. Een lichte beperking met complex gedrag. En deze mensen die volgen bij ons een opleiding, een 1-jarige of een 2-jarige opleiding. En als ze klaar zijn, dan gaan ze met diploma doorstromen naar de maatschappij. Kijk eens. Dat is Charles. Hallo, hallo. Alles goed met jullie? Ja, hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Zomerse rosé zie ik al staan. Ja, mooi hè. De groentesoep zeggen we dan, hè? Koud. Ja. Hè? Ja. En de meeste ook wat pikant gemaakt. En daar past een hele mooie rosé bij, waar de schillen van de druiven iets langer mee geëvolueerd zijn. Dan heb je iets meer kleur. De rode druif? Ja. Ja, blauwe druif en dan is het blauwe druif, sorry. Ja. Maar dan is het niet zoet, dus droog. Okay. Zullen we eens wat proeven? Een beetje eigenschap van ook rode wijn dan. Waar komt die vandaan? Uit Italië, ja. Piemonte, zal ik staan. Ja, heel goed van je. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Zullen we die ook meenemen? Proost. Ja. Proost. Yes. Tot ziens. Tot de Paragames, hè. Hoi. Ik lever de gasten af. We hebben een heerlijk rosé uit de Piemonte meegenomen. Perfect. Past. Ik zet hem koud en ik wens jullie heel veel succes met z'n viertjes. Ja. Z'n volle keuken. Ja, dankjewel. Maar we hebben ook nog wel volop werk te doen. Ach, nou goed. Gert-Jan, ik heb voor de gazpacho gebruiken wij brood als stukje bindmiddel ook. Ja. Mijn vraag is eigenlijk, zou jij de kosten vast af willen snijden? Ruud, zou jij aan de andere kant de tomaten zo meteen alvast willen gaan blenderen? Ja, is goed. Dat zou ik doen. Ja. Ah, kijk eens aan, dat schiet al behoorlijk op. En de gazpacho zelf is eigenlijk heel eenvoudig. Ingrediënten gaan in een blender. Ruud heeft de tomaten, zoals hij dat in zijn takenpakket als eerstejaars leerling heel goed heeft geleerd, al ontveld.
Ruud, de benaming voor de ontvellen? Monderen. Kijk, dat is of pliceren. Het nieuwe pliceren noemen we het in de keuken. We gaan paprika toevoegen. Die staat hier al klaar. Ik denk dat Ruud het beste erin kan. Maar in, Ruud. Dan gaan we dat eventjes doorgeven. We hebben groene paprika's. Uiteraard ook de komkommer. Voor een lekkere frisse smaakje. Ja. En dan hebben wij nog uitjes. Voor de pit. Ja. Voor de pit. Al die ingrediënten gaan bij elkaar. Wat wel belangrijk nog is. Maak je dat brood nog nat? Het gaat een beetje in water. Dat, ja. Dat maken wij in een schaaltje. Dat hebben wij over. Dan een beetje van de tomatenvocht. Dan zetten wij daar nog een beetje vocht in. Dan pakt hij namelijk veel beter. Zeker bij het gazpacho wil ik zeggen. Wat het lekkerste is om minimaal een dag van tevoren te maken. Want al die smaken die trekken veel meer in de soep. Mag ik jullie alvast vragen aan tafel te gaan? Ja. Goed idee. Dan gaan we meteen eens maken. Gaan we er straks van genieten, die kant op. Ja, die kant op. Ja. Het grootste visitekaartje van de Stichting Paragames is het tweejaarlijkse sportevenement voor sporters met een lichamelijke beperking. Ook dit jaar vindt dat weer plaats op Bredase bodem en wel van 22 juni tot en met 25 juni. We kijken naar wat beelden uit 2015, de vorige editie. De Paragames is een toernooi met 20 verschillende sporten voor lichamelijk gehandicapten. Het is dit jaar de vijfde editie van het tweejaarlijkse evenement. Is dit echt het hoogtepunt voor jullie team? Dit is echt het hoogtepunt voor ons team. Dit is ook het grootste toernooi wat tot nu toe is georganiseerd in deze sport. Aan tafel. We gaan het vandaag hebben over de Paragames. We zijn een paar weken voordat jullie dat weer gaan organiseren. 2015, de laatste editie. Daar zagen we net wat beelden van. Het is voor jou als voorzitter de eerste keer. Ja. Je bent gestart als voorzitter wanneer? Vorig jaar, dus begin 2016. Ja. En wat was voor jou de motivatie om je in te gaan zetten voor dit doel? Ik heb altijd gezegd, nadat ik in het openbaar bestuur actief ben geweest, heb ik gezegd, ik doe twee goede doelen in Breda. Ja. Eén is Stichting de Stilte Festival, wat ook over een paar weken is. En het andere is nu de Paragames geworden. En wat mij zo motiveert is, dat het gewoon ook altijd weer zelf heel nederig maakt als je deze sporters ziet en die ondanks hun beperking zo ontzettend enthousiast en actief zijn. Mm-hmm. Daar doe je het eigenlijk voor. En twee, dat de organisatie, want het is vrijwilligerswerk, dus het is ook fijn als het leuk is. Ja. Het moet leuk zijn. Precies. Oh, ja. En dat het zo, wat ik wel bijzonder vind, is dat er heel veel vrijwilligers actief zijn tussen de 20 en de 50. Waar je heel vaak gewoon toch dat vaak anders ziet. Ja. En dat vind ik heel mooi, dat er zoveel betrokkenheid is. We komen zeker aan 250 vrijwilligers minimaal. Ja, voor van alles. Hannes. Ja. En op hoeveel verschillende locaties in Breda? We zitten op 6 locaties in Breda. Ja. Omdat je, soms heb je een atletiekbaan nodig. Die kun je niet zomaar ergens neerleggen natuurlijk. Een voetbalveld, die hebben we wel een aantal in Breda. Maar daarbij moeten we ook weer sporthallen hebben. Dus je bent helaas toch gebonden aan meerdere locaties. Ja. En we proberen het zo veel mogelijk bij elkaar te krijgen. En dat wordt iedere keer beter. En nu hebben we er nog 6. Ja, 6 locaties, waarvan 1 hoofdlocatie bij de Bres dit jaar. Ja, ja, groot. Ja. En een grote locatie waar we ook weer tenten bouwen. En ook ons dorp, laat ik maar zeggen, bouwen. Want het motto van jullie stichting is eigenlijk iedereen heeft talent. En sport moet voor iedereen kunnen. Moet iedereen voor iedereen beschikbaar zijn met een beperking. Wat wil ik zeggen? Want jullie zeggen ook, het is onze overtuiging dat sport verbindt. Ja. Ja. En zorg voor meedoen, hè? Ja. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je, als je een beperking hebt, maar overal hetzelfde kan doen als wij dat zonder, doen. Ja. Zonder. Dus het is ook heel vaak een vorm van gewoon participatie, mensen ontmoeten. En daar moet je soms dan wat meer moeite voor doen dan dat je gewoon zo hier van tafel wandelt en het bos in sprint. Ja, ja. Dat is heel anders. Nou sprint ik niet zo heel hard het bos in, denk ik, maar oké. Dit is zeg maar het visitekaartje. Dit is het grootste waar jullie dan om het jaar, dus één keer in de twee jaar naartoe werken. Doen jullie gedurende het jaar ook nog om dit op de kaart te zetten?
Jazeker, wij hebben ook een clubje site events, hoe we dat dan noemen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk ook wel heel belangrijk, omdat we vinden dat het ook belangrijk is dat de niet gehandicapte mensen weten dat het leven niet eindigt als je iets overkomt. Ja. En wat we proberen met door het jaar heen is met clinics ook mensen die nog niet sporten, maar wel een beperking hebben, te enthousiasmeren om te gaan sporten. En, want het is soms best een drempel. Je moet wat organiseren, soms met je vervoer. Letterlijk veel drempels, denk ik. Ja. Maar er is best wel veel wel mogelijk en dat proberen we dan ook te laten zien. En hoe wordt dit allemaal gesubsidieerd? Voor ons zijn de... Oh, gesubsidieerd, gefinancierd. Ja, we hebben eigenlijk 3 financieringsstromen. Eén is natuurlijk gewoon dat deelnemers zelf een bijdrage betalen. Mm-hmm. De tweede grote bron is een subsidie van de provincie Brabant, die het heel belangrijk vindt dat er veel mensen met een beperking gaan sporten. Mm-hmm. En de gemeente Breda draagt ook een groot steentje bij. In ieder geval ook alle locaties, maar ook gewoon in geld. En daarnaast sponsoren. Ja. En dat is altijd lastig natuurlijk, sponsoren, iedere keer. En dan wordt ook altijd weer naar doelgroep gekeken. En hoe interessant is dat voor mij om daarin te investeren? Ja. We zijn aan de vooravond van de 7e editie, zoals ik al zei. En ik begreep dat je daar dus gewoon ook als Bredanaar gratis overal kan komen kijken. Zeker. Het is toegankelijk. Ja. Op de website staat op dit moment www.paragames.nl wel... Paragamesbreda. Oh, sorry. Ja. Paragamesbreda.nl. Wel waar wat allemaal plaatsvindt, dus het programma. Ja. Als ik het aan jou vraag, waar moet men heen? We doen nu de opening bij Hotel Nassau. Ja. Ook een hele mooie locatie. Ja. En er is van alles te doen. En je kan ook onze Facebookpagina in de gaten houden. Daar posten we ook vaak nieuwe berichten op. En we vinden het ontzettend leuk als je ons liked. Ja, je Paragames Breda, Paralympics, hoe verhoudt zich dat dan? Nou, we zijn één keer in de, dat is ook een goede vraag dat je dat stelt, want we zijn één keer in de 2 jaar zijn we dan pre-Olympisch, zoals het dan heet. Ja? Dat is deze editie niet. Nee. Maar dan komen er dus sporters over heel de wereld naar ons toe om punten te halen, om mee te mogen doen met de Olympische Spelen. En dan worden we ook steeds belangrijker. Ja. Dat is voor Vastster wel weer wat lastiger, doordat je dan meer dingen moet regelen qua juryleden en dergelijke. Ja. Deze editie is ons hoofdact, denk ik wel, het H-hockey. En ja. H-hockey staat voor? Handbewogen rolstoelhockey. Oh ja, weer zo'n lange. Handbewogen rolstoelhockey. Ja. Ja. Ik geloof dat ik het al wat uit de keuken aan zie komen met Ruud en Niels. Proberen dan het, zo misschien... Zo, vanuit de keuken komen wij onze vanuit de keuken van Beum. Komen we onze lunch aanbieden. We hadden in dit geval geen zorgen dat de soep koud zou worden. Lekker. Ziet er goed uit. Kijk eens aan. De gevulde Griekse broodje. Ruud, waar ben je? Heerlijk. Heerlijk. Ziet er mooi uit. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Geniet ervan. Ja. Dank je. En succes gaan we zeker met de games. Dankjewel. Dank je. Want opening dus in Hotel Nassau. Ja. En Bres als hoofdlocatie bij de Heer Baan, naast Poesje is dat, hè? Ja. Ja. En daar is ook een sponsordorp en daar vindt veel plaats. Ja, daar beginnen we donderdagochtend om 7:00 ochtends al. Ja. En daar kun je de meeste sporten zien. En dan zaterdag dan zijn bijna alle sporten actief. Ja. Zaterdagmiddag een grote finale dag voor H-hockey. En dan sluiten we zondag af met al de overige sporten. En dat is dus allemaal terug te zien op www.paragamesbreda.nl. Ja. Of onze Facebookpagina. Of jullie Facebookpagina. En wilt u dit gerecht, want het ziet er heel lekker uit. En het ruikt lekker. Ja. Het ruikt lekker. En ik denk niet dat het heel ingewikkeld is. Thuis ook maken, dan kunt u dat weer op onze Facebookpagina terugzien. Ik wens jullie eten smakelijk. Dankjewel. Dank jullie wel dat jullie dank hier... Dank voor de uitnodiging. Ja, en ik wens jullie ook heel veel succes met de laatste loodjes. Hè? Dankjewel. Eet smakelijk. Smakelijk eten. Ja. Dit was Smaakmakers. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe smaakmakende gast. Graag tot dan. Breda nu. Je weet het meteen.